monitoren eigenlijk al sinds de eerste keer in 2016 de paaicirkels van de Vint. En dat is sindsdien elk jaar. Ik denk dat we 1 jaar niet gedaan hebben tijdens corona. Voor de rest doen we dat al elk jaar in het voorjaar. Gewoon, we zijn heel geïnteresseerd in de natuur en om zo een handje te helpen bij het tellen van de vinten. Omdat, ja, dat is wel een hele coole vis. Omdat die er een hele lange tijd niet zat en nu weer wel. Waardoor dat wil zeggen dat de waterkwaliteit van de schelpen beter is. Het is ook gewoon leuk om te doen, hè? Het is ook altijd leuk om hier s'avonds op een mooie lentedag langs de schelpen te komen zitten. Ja. De eerste jaar dat we dat deden, waren er niet zo heel veel. De laatste jaren zijn er eigenlijk wel meer. Allee, blijft dat wel wat stabiel, denk ik. En we zien, mijn aanvoelen is dat we dat er meer zien op het moment dat we eigenlijk, of horen, op het moment dat we stoppen. Hè, als het donker begint te worden, als het later is op de avond, dan lijkt het alsof die vinten gewacht hebben op ons vertrek. En een beetje met ons lachen eigenlijk. Hè. Ik zou heel graag willen weten hoeveel vinten dat er rond zouden zwemmen in de schelden. Waarom dat ze nu van die cirkels hebben bij het paaien.